Goedemorgen, het wordt vandaag een bewolkte dag. Af en toe komt de zon tevoorschijn en hier en daar valt er een bui. Maar het wordt wel zo'n 18 graden. Je kijkt naar het TV West nieuws van dinsdag 29 mei en ik ben Nawal Bakali. Het gaat al een stuk beter met de agenten die zaterdagochtend vroeg werd neergestoken tijdens een actie in de Naarderstraat in Den Haag. Volgens haar familie gaat het de goede kant op. Gisteren mocht ze van de intensive care af. De familie wilde gistermiddag met de pers praten, maar alleen zonder camera en microfoons. Ze wilde duidelijk maken wat er met hun dochter en vriendin is gebeurd. De jonge vrouw werd door de man in haar nek gestoken en is zeker 24 uur in levensgevaar geweest. Maar ze is ongelooflijk sterk, zegt haar vriend, en krabbelde in de loop van zondag langzaam op. Tussen de Maasvlakte en Ter Heide is gistermiddag de hele dag gezocht naar een vermist sportvliegtuigje. En het zoeken ging moeilijk omdat de kust vol hing met mist. Uiteindelijk werd het sportvliegtuigje niet voor de kust aangetroffen, maar op de Tweede Maasvlakte. Het ging om een Cessna sportvliegtuigje. De vier inzittenden werden in het wrak gevonden. Ze waren alle vier nog in leven, maar raakten wel zwaar gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit. Rond 4:30 werd het wrak gevonden door een vliegtuig van de kustwacht. Lange tijd werd gedacht dat het toestel voor de kust tussen de Maasvlakte en Ter Heide was neergestort. De KNRM in Ter Heide had daarom een drukke dag. Ja, wij zijn om 1 uur gealarmeerd. Vanaf dat moment zijn wij met de reddingboot richting zee vertrokken. Met het hulpverleningsvoertuig ook richting strand vertrokken. Wij zijn in ieder geval vertrokken naar de positie waarop de kustwacht ons had opgedragen naartoe te varen. Ter plaatse aangekomen zijn meerdere reddingboten bij elkaar gekomen. En met 7 boten in totaal hebben wij een heel groot zoekgebied afgezocht. Op zoek naar het vermiste sportvliegtuigje. De luchtverkeersleiding raakte iets na 12 uur het contact kwijt met het toestel. Het sportvliegtuigje was onderweg van Zeeland naar Rotterdam De Heek Airport. Waarom het op de Tweede Maasvlakte is neergestort, wordt nog onderzocht. En inmiddels blijkt dat de slachtoffers 2 volwassenen en 2 tieners zijn. Ze liggen zwaargewond in het ziekenhuis in Den Haag en Rotterdam. En wat een mooie stranddag had moeten worden, eindigde gisteren in een drama. De kust van Zuid-Holland werd geteisterd door een zeevlam, een dikke laag mist. En ook de mensen in Scheveningen hadden er veel last van. Dagjesmensen hoefden gisteren niet te dringen voor een plekje op het terras. De koude mist was spelbreker voor een mooi dagje strand. Ja, ik denk vanochtend waren er echt duizenden mensen op Scheveningen. Die komen vol goede moed, zeker uit het achterland. Die komen dan 's ochtends met de auto's vol met kinderen deze kant op. Misschien waren er vanochtend 20.000, 30.000 mensen op Scheveningen. Uiteindelijk alles bij elkaar. Maar rond de middaguur was dat al gehalveerd. En in de loop van de middag waren er nog veel minder. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel gewoon jammer. De zeevlam is niet alleen vervelend voor toeristen, maar ook voor strandtenthouders was het een drama. We hebben allemaal vol goede moed gisteravond nog onze bestellingen gedaan. Dus vanochtend kwamen alle leveranciers nog met volle vrachtwagens aanrijden. Ja, dat staat nu allemaal gewoon nog in de koelcellen. Want het is uiteindelijk er vandaag niet van gekomen wat wij gehoopt hadden. Zeemist kan niet voorspeld worden. Weerman Willem Beringen legt uit hoe zoiets ontstaat. Een zeevlam wordt veroorzaakt door temperatuurverschillen. En de zeevlam komt pas tevoorschijn wanneer de zeewatertemperatuur ten opzichte van luchttemperatuur te groot is. Gisteren was het weer een grote domper, maar volgens de weerman kunnen we vanmiddag gewoon weer naar het strand. Daar hebben we natuurlijk nu weinig aan, nu we gewoon weer aan het werk moeten. Gaan we naar de Tong Tong Fair in Den Haag. Die heeft dit jaar 95.000 bezoekers getrokken. Dat is 3.000 minder dan het jaar ervoor. Boosdoeners zouden het mooie weer en de economische recessie zijn. Toch kijkt de organisatie tevreden terug op de 54ste editie van het Indisch evenement. De Nederlandse attractieparken zijn druk bezocht tijdens het Pinksterweekend. Madurodam in Den Haag zag het bezoekersaantal vergeleken met vorig jaar met een paar duizend stijgen. En dat had niet alleen met het weer te maken, maar ook met de recente vernieuwing van de miniatuurstad. Vakantie- en attractiepark Duinro en Wassenaar liet ook weten tevreden te zijn. De bungalows en de camping waren vol, mede dankzij veel last-minute boekingen. Gaan we naar de sport. Onze 2 regionale tennisters Michaela Krajcak en Kiki Bertens zijn al in de eerste ronde uitgeschakeld van het toernooi Roland Garros in Parijs. Krajcak verloor van de Kroatische Martic en Bertens was de mindere van Christina McHale uit Amerika. En vandaag komen Robin Haase en Arantxa Rus uit Monster op de baan in Parijs.
En dan gaan we naar de ochtendkranten. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat migraine de meest voorkomende chronische hersenziekte in Nederland is. Ruim 3 miljoen Nederlanders lijdt aan de ziekte. Opvallend detail is dat ruim 2 miljoen Nederlanders nog nooit met de migraineklachten naar de dokter is geweest. En de Volkskrant schrijft over de voetbalwet. Het moet namelijk weer een feestje worden om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Daarom moet de voetbalwet worden aangescherpt. Althans, dat vindt de PvdA, de PVV en het CDA. Op die manier kunnen relschoppers harder worden aangepakt en moeten voetballiefhebbers het weer leuk vinden om naar het stadion te gaan. En dit was het voor vandaag. Kijk voor meer informatie op onze website omroepwest.nl en luister naar 89.3 Radio West. Nog een hele fijne dag.